Deze video legt uit hoe je documentatie in de LibraPulse tool kan toevoegen. Ga naar Documentation, ga naar Sales Formulieren, maak een nieuwe folder aan, gebruikershandleiding, druk op OK. Ga naar de lijst waar je documentatie hebt, sleep die naar de User Guide bibliotheek en hij zal hem uploaden. Dit duurt natuurlijk even afhankelijk van de grootte van het bestand. Ja, daar is die. Wil je een e-mailtje versturen naar de klanten dat je wat hebt toegevoegd? Dan kun je ze allemaal selecteren of niet selecteren of bepaalde personen. Druk op OK. Nog een keer op OK. En al deze mensen krijgen een e-mail dat er nieuwe documenten zijn geüpload in de tool. Marketing. Ga naar de marketing. Schrijf, daar kan je allerlei zaken veranderen. Datasheets. Hier kom je in de bibliotheek waar alle datasheets neergezet kunnen worden. En hier kan je datasheets toevoegen of eventueel weghalen. Hier zijn de datasheets van de montagesystemen, de omvormers. Je kan daar allerlei bibliotheken aanmaken. Hier gaan we een datasheet pakken. Die slepen we erin en die zetten we in het mapje datasheets. Ook hier zal weer even duren dat hij hem implementeert. Hier vraagt hij wederom, wil je een e-mail versturen aan de mensen die je op de hoogte wil brengen dat dit is toegevoegd? Oké, okay. Druk nog een keer op oké en dan gaat hij het versturen. Weet je zeker dat je deze manual wil weggooien? Die kan je ook nog doen. En je kan bepaalde zaken daar.